Make the ground shit. Veldman? Wat doe jij nou hier? Ga terug naar je veld, man. Wil jij super voordelig FIFA coins kopen? Met de kortingscode TeaseGames heb jij 7% korting op super goedkope FIFA coins. Linkje in de beschrijving. Yo, kijkers TeaseGames, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe pack opening op TeaseGames. Vandaag gaan wij weer lekker eens eventjes een pack openingetje doen. Waarom? Omdat ik er zin in heb. En waarom heb ik er zin in? Omdat jullie echt insane, onverwachts veel likes hebben achtergelaten op de allereerste pack opening. Dus knal vandaag weer wat zieke likes hierop. En hopelijk gaan wij deze keer wel wat goede pakketjes halen, want wat we de vorige keer hadden was een beetje poep. En hopen dat we daar wat uit krijgen. En als we daar niks uit krijgen, dan is dat, ja, dat zou een beetje kut zijn. Dus, de allereerste pack. Laat er iets goeds in zitten. Laat het gewoon goed gaan. In één keer. What? Het is best wel goed voor een allereerste speler. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus, het kan nog allemaal gebeuren, mensen. Het kan nog allemaal goed komen. Oh, daar is die weer! Hallo, ik ben Peter. Ik ben op zoek naar een gele, warme, betrouwbare, natte chick. Onze Matty! Hoe is het, man? Esco! 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 1, 2, 3 en Esco eruit! Dank u! Holy shit! Ik ken het gezicht, alleen volgens mij is het echt fucking echt dat ik de speler zelf niet ken. Maar hij zit bij Chelsea, dus dat betekent dat wij, Yes, mate! Yes, mate! Oh yes, oh yes, oh yes! 10k in de pocket, hoppakee! Lekker FIFA, lekker! Bam bam into the roof! Dit is gewoon echt werkelijk de grootste shit. We hebben hier een of andere drugsdealer. We hebben hier een of andere anonieme iemand. En we hebben hier een beetje wat stretchende voetballers. Ja, nee, hier hebben we niks aan. Hier hebben we niks aan. Kijk, en deze man ziet de hemel. Krul! Tim Krul, de penalty killer. De gozer die ons heeft fucking hard heeft liggen redden. Oh my god. Yes, bitch. Krul, Nederlands bloed. Nederlandse trots. Krul, jongen. Hoe is het ermee? We gaan gelijk door naar het volgende. Kijk hoeveel rotzooi wij ook werkelijk in onze club hebben. Dat is gewoon echt... Dat is allemaal poep. Dat zijn allemaal vieze kruimeltjes waar we echt gewoon... Waarom kruimeltjes? Ik heb echt geen idee, maar daar hebben we gewoon niks aan. Dus hopelijk hebben we hier gewoon even Messi in een pakketje of zo. Hup, Messi. Zoals jullie zien, niet Messi, maar wel Rafa. Ah, kijk, hier hebben we tenminste wat aan. Trouwens, dames en heren, het is gewoon december. Kunnen jullie het geloven? December. Het voelt gewoon echt holy shit. Zit ik nou weer voor niks te juichen of... Ja, ik zit voor niks te juichen. Ik kijk altijd naar dit getal en daar haal ik dan of zo uit of deze speler goed is. Maar schijnbaar, hij is in principe... De statistieken zijn gemiddeld. Maar het kon wel beter, ja? Het kon beter. Ja, ik weet nou dus niet hoe ik uit dit schermpje moet komen. Ah, zo. Randje. Dit is gewoon echt werkelijk. Dit is echt de grootste poep die ik ooit in een pakketje gehad heb. No, mate. This is not sick. This is not... Nee, ik zei het toch. S-Kitchen. Nou, we hebben in ieder geval een keuken in ons team. Nou, zijn wij toch even blij. Oh my god, hij is pittig snel. Oh my god, hij is snel. Damn, hij is snel? What? Kijk, ik zit hier gewoon letterlijk gewoon al mijn coins te verspillen, dat weet ik. Trouwens, de groeten aan alle FIFA-kijkers uit mijn klas. Want ik weet dat mensen uit mijn klas mijn filmpjes kijken en dat vind ik best wel leuk. Nee, dit vind ik niet zo leuk. Dit is waarschijnlijk ook weer zo'n poep. Anders herkende ik de naam. Oh nee, dit is zeker geen poep. Hoppakee, 6k speler in de pocket. Beter geven ze mij gewoon nog eventjes een informpje of zo. Dan zou ik ook wel blij zijn. Kijk zijn snelheid, zelfs ik ben sneller. Dit is gewoon echt ziek slow. Ah, ik heb net een puistje opengemaakt. Ah, dat doet pijn. Ah, dit doet nog meer pijn aan mijn ogen. God, god, god. De la bella, picobello. Stekelenburg. Ait. Nog meer Nederlandse trots. Waarom krijg ik altijd van die Nederlandse keepers? Niet dat ik het niet erg vind, maar ik... Oh, daar heb je die gozer ook weer. Die zie je ook echt in elk pakketje. En ja, dit is... Kjaer of zo, ja. Weet je, ik hou hier gewoon van. Dit is zo leuk. Dit is gewoon zo de grootste afdroggelarij. Holy shit! Dit is even wat minder afdroggelend. Maar ook weer een keeper natuurlijk, want ik krijg altijd de goede keepers. Verder nooit iets.
Dit is gewoon het beste wat we vandaag al gehad hebben. En ik zit dit ding gewoon af te kraken. Oh my god. Fucking 30k keeper. Lekker. Nieuwe keeper in de pocket, mensen. Yes. 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 Buy him. Buy him. Come at me, bro. Buy him. Buy him. Come at me, bro. Oké, ze komen ook daadwerkelijk at me. Dat had ik niet aanzien komen. Ja, eigenlijk wel, want ik wist dat dit gewoon poep zou zijn. Maar, ik bedoel, in het vorige pakketje hebben we wel een goede keeper gekregen. Dus, in principe, zouden we niet moeten klagen. Make the ground shit. Make the ground shake. Oh my god. Halleluja. 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 Oh my lord. Oh my lord. Stiekem is hij minder waard als ik eigenlijk verwacht had. Dat is een beetje teleurstellend. Alleen ja, het is wel Iniesta, mensen. Kom op. Het is gewoon de man die ons in WK 2010 genakt heeft. Hè? Maar ik vind hem wel chill. Hij zit bij Barcelona, dus dat is altijd goed. Dan zijn wij even blij. Mijn geluid werkt niet meer. Krijg je ervan als je even heftig doet? Veldman? Wat doe jij nou hier? Ga terug naar je veld, man. Dat is gewoon zo... Oh my god. Die grap is echt nog nooit gemaakt. Ik moet poepen! Help me! Ik moet poepen! Bayon, bitch. Bayon. Ter fucking stegen. Zien jullie dat? Zien jullie dat? Zien jullie dat? Daar staat Barcelona. Waarom is deze gozer dan niks waard als de fucking keeper van Barcelona is? Wat? Wat is mis met dit? Dit is de keeper van Barcelona. Waarom? I'm totally mindfuck, man. Ik ben wel even benieuwd. Hij speelt bij Arsenal. Oh. In ieder geval iets waard. Je bent meer waard als de keeper van Barcelona. Wees maar blij. Hamzagi, zongi, dadigan, zawi. Ja. Douglas, make life beautiful. Toch? Dat is toch die reclame, of niet? Maar op dit moment maak je mijn leven niet zo beautiful. Douglas. Hij ziet er ook een beetje verbrand uit. Zo, man. Zonnebrand dragen, niet vergeten, is heel belangrijk in Spanje. David Guetta! Zo, deze man moet ook met pensioen gaan, ben ik bang. Goh. We krijgen altijd van die goede keepers, hè? Ja, goed. We krijgen altijd keepers. Geen met normale spelers, SVP. Weet je wat? Ik ga andersom een packie openen. Ja, la 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 la. Hopelijk heeft het geluk, 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 heeft het geluk. Kleuze! Eigenlijk zouden we nu moeten stoppen. Alleen omdat ik eigenlijk toch nog wel een goed spelletje wil, ga ik gewoon door. Moet je even nagaan, hè. Er zijn zoveel mensen die sparen zo lang, zoveel wedstrijdjes lang, één pakketje te openen. En dan krijg je dit soort poep. Wat moet je dan? Dan moet je gewoon janken. Dan moet je echt janken. Hans, laten we even gaan jagen op wat betere spelers. Hey, Wolfgat nummer 10.951. Ach, daar heb je hem weer. Hallo man, hoe is het? Ja, met mij ook. Helemaal goed. Hey, goeie speler. Ja, beter als gemiddeld poep dan we krijgen. Hans, ik had een hondje geniet van aan. Even gapen. You sick. You sick. What? 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 Sick, mate. Waarom krijgen we in het allerlaatste pakketje een goede speler? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy. Ah.
Dames en heren, vonden jullie dit nou een leuke pack opening? Vergeet dan dat duimpje omhoog zeker weten niet te doen. Abonneer op T-Scan voor meer FIFA 15, voor meer Minecraft, voor meer vlogs, voor meer... Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer in een nieuwe video. Ciao.